Vandaag ga ik Joris zijn survival basis omtoveren met een aantal leuke build hacks. Goed, we zijn hier in de basis van Joris en daar zal je hem ook hebben. De man met de grote pop van zichzelf op de achtergrond daar. Ik weet nog steeds niet wat hij hier doet. Ja, waarom heb je dit hier staan al die tijd? Wat is dit? Ik was even aan het experimenteren met de armor stands. En ik kwam erachter dat ze heel groot konden worden. Dus... het is een soort van grote pop gewoon van jezelf. Ja. Oh, nu heeft hij een zwaar... Jeetje, wat een zwaarte. Hey, maar dat is even het dwalen af, hè. Joris, ik kom hier met een doel. We hebben natuurlijk wat afgesproken. Ik mag een paar leuke build hacks in jouw basis gaan plaatsen om het wat leuker te maken. En in de tussentijd heb ik een leuke opdracht voor jou. Oké. Okay. En die opdracht is wegwezen op zouten. Oh, oké. Okay. Ja, ik geef mij, dus, wat zullen we zeggen, een half uurtje, drie kwartiertjes of zo. Misschien heb ik minder tijd nodig. Ik roep je wel als ik klaar ben. Ga weg, kom niet terug. En ik bewonder je met mijn build hacks die ik op het internet online heb gevonden. Oké, okay. Dat klinkt als een... Dat klinkt als een goede deal. Ik heb hier al 3 shulkerboxes bij me met allemaal spulletjes erin. Oh, dat is ga even kijken wat ik allemaal aan ga doen, maar ik heb een paar leuke ideeën. Ja, oké. Okay, dan ga ik naar mijn hotelkamer. Ja, oh ja, je hebt een hotel natuurlijk in mijn basis. Ja, ga naar het hotel. Ik ga gewoon even overnachten. En dan, ja, even chillen, even over nadenken over je levenskeuzes en zo. Dat komt wel goed. Precies, kom me maar weer ophalen als het zover is. Ja, is goed, is goed. Oké, okay, doei. Doei. Goed, we staan hier nu in de basis van Joris. Ik heb volgens mij 8 of 9 verschillende build hacks online op het internet gevonden. Dus ik heb ze niet zelf bedacht, maar ik zag ze en ik dacht, jeetje, deze vind ik wel heel leuk. Deze wil ik bouwen in de basis van Joris, want die passen hier heel erg leuk bij. Laten we beginnen met de eerste. Plaatsen hier even onze 3 shulkerboxies. En ja, dames en heren, wederom bedankt naar Char voor het sponsoren van deze 3 shulkerboxen vol met leuke spulletjes. Oeh, helemaal geweldig weer. Als we hier zo door de basis van Joris lopen, merk je dat het natuurlijk een beetje modern is, maar niet te modern. Het zit een beetje net in die periode, volgens mij 1980 of weet ik voor welke stijl Joris precies wil gaan. Maar wat er in die tijd natuurlijk heel leuk was, is je had nog niet echt telefoontjes. En wat je hier nou hebt is een hele leuke stoep van Joris' basis. Dus wat ik hier wil gaan bouwen tegen deze muur aan, is een hele leuke telefooncel. Die gaat er dan ook heel simpel uitzien. Dan gaan we eerst even deze blokjes plaatsen, zo. Dan heb je tegenwoordig natuurlijk de crafter. En zoals je bij de crafter kan zien, heeft deze een soort hendel hier. En waar lijkt die hendel nou precies op? Natuurlijk op een telefoontje. Zo'n ouderwetse telefoon. Als we die een beetje goed kunnen positioneren, dat we hem zo plaatsen. Nee, dat is niet de bedoeling. Zo, denk ik. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Zo, kijk, dit is precies goed. Plaatsen we hier wat stairs op om hem helemaal in te sluiten. Hier wat slabs tegenaan. Dan hebben we hier glas om hem in te bouwen. Zo, hoppakee. Wat trapdoors er tegenaan, die blauwe, heel mooi. En het enige wat er nu nog mist, jongens, naast dit telefoontje hier, is wat anders. Maar daarvoor moeten we even een banner halen. Zo, een zwarte banner. Dan hebben we een loom nodig. En die staat natuurlijk hier. Creëren we eerst met witte blokken deze bricks. Dan met blauwe blokken doen we zo een mooi bovenkantje erop. Dan met zwart kruisen we hem helemaal in. En dan het enige nog met zwart is hier een streep zoals dit. Kunnen we terug naar Joris' basis, want we hebben natuurlijk ook een mooi itemframe. En je kan het al een soort van een beetje zien. Gelijk nog even wat glas bijgehaald, want die moet hier staan. En dan deze even kijken. Ja, kijk, dan is hij iets meer dicht, het hok. Wat we nu kunnen doen is de itemframe hier plaatsen. Dan dit ding erin. Roteren we die dat hij zo staat. En dan moet hij even onzichtbaar worden. Dat kan je op deze manier doen. Of dat kan je met een texture pack doen. En dan heb je het toetsenmenuutje hier. En hier het schermpje om te zien wie je op kan bellen. Dan kan je de telefoon eruit pakken. En dan kan je natuurlijk gewoon bellen. Kijk dan even, jongens. Dit past toch perfect in Joris' basis, dit. Dit is toch heel leuk. Dit past helemaal in zijn stijl met het blauwe. En weet ik wat hij allemaal heeft. Dit is helemaal leuk. Een telefoonhokje. Op naar de volgende build hack. Goed, voor deze build hack hebben wij een locatie nodig waar het logisch is om een lamp te zetten. Daar zit Char lekker op de grond, zo te zien. Ik heb een locatie nodig waar het een beetje donker is. Of gewoon in de lampenwinkel misschien. Laten we dit gewoon in de lampenwinkel doen. Dit is letterlijk de perfecte plek om dit ding te bouwen. En waar hebben we misschien even kijken. Ik denk dat we in dit hoekje de perfecte locatie hebben. Laten we dit ding hier weghalen. Joris, een plantje, dat moet helemaal daar niet. Dat is helemaal niet logisch. We gaan hier een veel leukere lamp voor jou creëren. Wat wij daarvoor doen, is eerst even hier onder dit blok weghakken. Dan plaatsen we daar een daylight detector. Dan gaan we daar een armor stand inzetten. Zo, hoppakee. Wat ik dan moet doen, is die armor stand, die moet eigenlijk even andersom staan. Die staat verkeerd om. Die moet zo staan. Even kijken, zo moet die staan, juist. Dan moet de helm erop, waardoor we de achterkant van de helm zien. Dan gaan we deze ster gaan we hier tegenaan duwen. Die moet er namelijk weer in staan. Komt die? Hoppakee, zo. Dat is perfect, denk ik, op deze manier. Dan kunnen wij hier onze... wat is dit? Hoe heet zo'n lightning rod? Kunnen wij hier plaatsen, denk ik? Ah, nee, we moeten eerst een lightning rod plaatsen. Jongens, sorry.
Eerst doen we... Hier doen we de lightning rod. Dan moeten we die armor stand hierin duwen. Kom op, erin. Hij moet er even invallen. Oh, je kan... Oh, sorry. Ik ben heel onduidelijk bezig. Wel eerst de armor stand. Gaat het prachtige helmpje erop. Duwen we dit blok er nogmaals tegenaan. Maar dan moeten we deze lightning rod, die moet even kijken, zo staan. En dan gaat die weg. En dan hier komt die piston. Want die moeten we er namelijk ook tegenaan duwen. Zo, hoppakee. Kijk, dan staat de lightning rod op de goede plek. En wat we dan doen, is die erbovenop. Dan doen we de pressure plate doen we erbovenop. En hoeven we hem alleen maar even één keer aan te zetten. En dat kunnen we simpel met een button doen. En kijk dan wat voor leuke lamp je hier hebt op deze manier. Het enige is dat dit blok hieronder gaan we toch even vervangen. Ik denk dat het leuker is als dit gewoon een heel blok is en niet een half blok. Ja, kijk dit dan eventjes jongens. Kijk hoe een leuke lamp we nu hier hebben. Maar als je er zo van voren naar kijkt, dan heb je eerst de basis waar die op staat. Dan heb je het standaard hier. En daarbovenop natuurlijk de leuke nieuwe koperlamp. We kunnen deze misschien het best strippen. Ziet het er zelfs nog mooier uit als we hem strippen. Ik zou zeggen dat dit een hele succesvolle leuke lamp is geworden. Op naar de volgende lifehack. Goed, voor lifehack nummer 3. Die is heel simpel, jongens. We hebben hier natuurlijk Joris zijn smelten. Dit is de locatie waar Joris al zijn spulletjes omsmelt. En ik heb wel... Waarom staat Rick zijn hoofd hier? Wat doet Rick zijn hoofd hier? Ik heb wel nog een leuk dingetje die Joris hier kan plaatsen... wat wel echt bij een smelter past. Daarvoor moeten we dit grasblokje even weghalen. Dan plaatsen wij hier... moeten wij even weer met die mooie nieuwe autocrafters moeten wij werken. En die moeten we weer op een bepaalde manier plaatsen... waardoor het lijkt alsof het kastjes zijn. In plaats van dat het nu een telefoonhouder is... is dit een kastje die je zo open kan trekken met de deurhendel. Dan plaatsen wij hier een iron bar. Dan plaatsen we hier een iron bar. Doen wij op deze iron bar doen we een item frame. Doen wij hier een item frame op. En dan hierachter doen wij leuke trapdoors tegenaan. Doen we aan deze kant een vleesje erin. Doen we aan deze kant een diamond shovel erin. En dan is het enige wat hieronder nog mist. Halen we dit even weg. Char gaat in de tussentijd lekker smelten. Het enige wat hieronder nog moet zijn twee kampvuurtjes. En ik hoop... Ja, de rook gaat er doorheen, jongens. Kijk nou eventjes hé, wat we hier hebben. We hebben hier nu een hele leuke barbecue buiten staan. Waar je lekker je vleesjes kan barbecuen. Terwijl je aan het wachten bent op dat dit aan het smelten is... zijn je vleesjes lekker aan het smelten op de barbecue. Dit is toch weer een leuke toevoeging, hé. Kijk nou eventjes hoe dit eruit ziet. En vooral, jongens, die autocrafters. En kijk, het leuke aan de bovenkant is... de bovenkant lijkt daadwerkelijk op een gloeiend hete grill... En dit lijken op deurkistjes die je zeg maar open kan doen. En dat je daar je materiaal, je weet ik wat, je spateltjes en zo in kwijt kan. Maar vooral die bovenkant van die autocraften lijkt echt op een gloeiend hete grill. Erg leuk idee weer. Goed jongens, dan zijn we aangekomen bij de vierde bultek. En dit is letterlijk de meest simpele tot nu toe. We hebben hier het tankstation van Joris. En je zou zeggen dat in het tankstation natuurlijk mensen aan het werk zijn. Maar wat mij opvalt, is dat Joris helemaal niks heeft bedacht... waar deze medewerkers hier even kunnen lunchen. Dus wat wij hier gaan creëren is deze even weghalen. Nou trouwens, die zou nog wel eens kunnen blijven staan. Nee, we halen ze even allebei weg. Hier plaatsen we een autocrafter en dan halen we die weg. En dan plaatsen we hier ook een autocrafter. Maar die moet even anders geplaatst worden. Die moet even op een bepaalde manier moet die geplaatst worden. Ik denk dat ik daarvoor eventjes hier aan de buitenkant een blok moet plaatsen. Zo, en dat ik hem dan zo... Nee, zo plaatsen. Nee, oké, dat is niet hoe die moet. Wacht, jongens. Zo. Ah, ja, zo hebben we hem. Nu hebben we hem, jongens. En dan moet deze moet ook gewoon normaal geplaatst worden. Dit kan weer weg allemaal. Doen we die hier weer tegenaan plaatsen. En zoals jullie kunnen zien als we die niet terugplaatsen hier. Nu heb je hier gewoon een tosti-ijzer. Of hoe noem je dat? Een wafelmaker. Weet ik voor wat je het wil noemen jongens. Want het is natuurlijk weer een hete grill. En weer een hete grill. Het is een mini detail. Maar nu kunnen de medewerkers van deze winkel kunnen tosti's maken. Kunnen wafels maken. Kunnen weet ik voor wat ze maken op deze grill hier. Kun je dichtklappen. Hoppakee. Doe je hem weer omhoog. En is lekker je broodje warm. Of heb je dus een hele lekkere wafel gemaakt? Echt veel te simpel eigenlijk als je erover nadenkt. Maar als je het ziet, snap je dat het echt een heel leuk detail is. Goed jongens, voor deze lifehack hebben we deze leuke honden nodig. Althans, we hebben er nog maar eentje nodig. Ik denk dat jij wel een leuke kandidaat bent. Want Joris heeft zien maar gewoon een beetje binnen zitten. En dat vind ik gewoon een beetje zielig. Zo'n huis heeft een eigen... Of zo'n huis, zo'n diertje heeft zijn eigen huis nodig. Laten we even een leuke locatie zoeken waar we dat kunnen doen. Nou, ik denk hier aan de overkant dat dit een perfecte locatie is. Nou, trouwens niet, want dit is op de stoep. Dat zou een beetje ongemakkelijk zijn. Hier, laten we hier bij zijn nieuwe houtfabriek... gaan we dit even deze troepjes hier weghalen. Je wil geen troep hebben in de basis, Joris. Je wil gewoon een hondenhok. We beginnen heel simpel met hier. Even kijken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sluiten we hem ook weer af aan de andere kant. Doen we daar leuke koperen stairs op. Zo. Gooien we hem aan de achterkant. Gooien we hem dicht. Aan deze kant doen we er een lampje tegenaan. Die we dan ook even aan gaan zetten. Als ik een button bij me heb. Helemaal een button vergeten. Ongelooflijk. Er zitten hier buttons op de grond die ik kon gebruiken. Ik ben echt een idioot. Maakt niet uit. We kunnen deze button er weer afhalen. Dan doen we daar een trapdoor tegenaan.
Doen we white carpets erin als lekker warm kleedje. Plaatsen we nog wat van deze leuke slabs erbovenop om het natuurlijk niet nat te laten regenen van binnen. Halen we dit blokje weg hier, daar doen we bij een composter. En dan met seeds vullen we hem alsof er dan daar hondenvoer in zit. Dat die helemaal vol zitten, zo. Wacht, nee, oh, ik let er niet op. Komt die? Zo, hoppakee. En als het goed is, wordt ja, dan wordt die wit. En dan doen we hier nog een drinkbakkie waar hij uit kan drinken. En het enige wat we dan hoeven te doen is de hond even deze kant op te duwen. Ik kan hem niet laten opstaan, want het is niet mijn hond. Maar we kunnen hem wel duwen natuurlijk. Oh, dit gaat echt een poepwerk worden. Die helemaal daarheen duwen. A few moments later. Hoppakee. Zo hebben we een hond. Dan moet hij alleen nog even iets meer erin. Juist, zo. Dit is perfect. Ik denk als hij nu met zijn kopje eruit gaat... Ja, dit is toch leuk, jongens. Dan heeft hij gewoon licht. Dan heeft hij zijn eigen leuke hockey. Het past lekker bij de basis van Joris, want dat blauwe, dat zie je heel veel terug. Dus ik denk dat het heel leuk is dat hij nu zijn eigen hondhockey heeft. En je kan het zelfs nog leuker maken door misschien andere variaties van koper te gebruiken. Maar dat is aan jullie. Ik vind hem zoals dit heel leuk. Goed, jongens, welkom bij de volgende buildtag. Voor deze hebben we maar 4 simpele blokken nodig. En het is weer met een autocrafter. Die dingen zijn helemaal geweldig, jongens. We hebben hier natuurlijk van die leuke huizen staan bij Joris. En ik denk dat hij het leukste zal staan bij dit huis hier. Wat je hier kan creëren. Het is natuurlijk een oud vervallen huis. En oud vervallen huizen, jongens, die hadden natuurlijk niet een brievenbus... waar je nou de post dwars door de deur deed. Nee, die hebben een aparte brievenbus waar je gewoon kon kijken of er post in zat. Hoe we die leuk gaan creëren is, we plaatsen hier een blok... Dan doen we daar een autocrafter tegenaan, maar dan moet hij wel even anders. Hij moet eventjes weer deze kant op kijken. Nee, hallo. Oké, zoals dit. En dan wat we nu kunnen doen is, we kunnen aan de bovenkant kunnen wij een pressure plate plaatsen. Als mij dat gaat lukken. Kunnen we beter denk ik gewoon hier aan de overkant staan. Zo, ja. Nee, ik heb hem verkeerd omgeplaatst trouwens. Nee, nee, hij is verkeerd om. Ja, nu is hij goed om. Deze weer terugplaatsen. Dan doen we deze kant doen we een hendel. En aan de bovenkant doen wij een pressure plate zo. En zoals jullie kunnen zien, jongens, heb je letterlijk een hele leuke brievenbus hier nu staan. Gewoon de standaard hier, dan heb je aan de achterkant dat ding dat je dan naar boven en naar beneden haalt... om te laten weten of er post is of niet. Dan dit ding hier is het klepje. Weet je wat, ik laat wel gewoon zo... Dit is zo'n ouderwetse brievenbus met zo'n haakje eraan en zo'n klepje erop. Helemaal geweldig. Dit is echt letterlijk precies wat ik hiermee bedoel. En het past precies bij deze stijl. Dit ziet er toch leuk uit als je nu zo aankomt lopen. Het is een eenie-mini detail, maar een hele leuke bulthack. Goed jongens, dit is denk ik mijn favoriete bulthack die we nu gaan doen. We hebben hier een auto staan. Er staat als het goed is daar aan de overkant ergens nog een auto en daar hier links een auto. Maar laten we even nog een leuke locatie voor een auto bedenken. En ik denk dat dat misschien wel leuk is hier om het hoekje, alsof hij vanaf meneer KB zijn basis komt. Laten we die dan hier plaatsen. Dan beginnen we met de wielen hier. Het is in principe niet een hele grote auto. Plaatsen we de basis aan andere blokken er zo mooi tussen. Een achterkantje hier. En natuurlijk een voorkantje. Dit is de lengte van de auto. Dan plaatsen we voor de wielen nog wat leuke buttons er tegenaan, zoals dit. En dit gaat een soort werkauto worden. Dus dit hier wordt de voorkant. Daarvoor hebben wij stairs meegenomen om dit leuk zo te creëren. Kijken, zoals dit. Dan hier in het midden komt natuurlijk de grill. En omdat het een beetje modern is, gaan we hier wel aan de voorkant nog zo een trapdoor er tegenaan doen. Gaan we even een tukkie doen. Dan hierachter komen een aantal van deze hele leuke hanging signs. Gaat een soort truck gaat het worden. Dan hebben wij hier warped stripped stems die hier tegenaan kunnen. Hier kan nog zo'n koperblok tegenaan. Dan doen we hier een glasplaatje in. Daarbovenop doen we wat carpets om hem af te sluiten. Hier nog glas... Even kijken, kunnen we hem helemaal voldoen met glas? Ik denk, ja, we kunnen hem helemaal voldoen met glas, dat is wel leuk. Doen we hier allemaal carpets tegenaan en dan in het midden, zodat je er in en uit kan, misschien een leuke trapdoor. Ja, dat is wel leuk. Dit ziet er wel cute uit. Hier buttons tegenaan, doen we hier natuurlijk een sign. Niet te vergeten natuurlijk de achterlampjes, die gaan we hier gaan we die plaatsen, zodat hij lampjes heeft. Ik denk wel dat ik ze onzichtbaar wil hebben, want dat ziet er waarschijnlijk een stuk leuker uit. Juist, kijk, dat ziet er leuker uit. Dan gaan we nog naar de voorkant, dan doen we daar ook even leuke lampjes hier tegenaan. En daarvoor is denk ik honingblok leuk. Ja, honingblokjes zijn er wel leuk voor. We missen alleen een sign, zie ik nu. Ja, die heeft Joris vast wel ergens liggen hier in zijn basis. Een soort van, hij heeft sticks en daarmee kan ik hem zelf maken, dus dat komt wel goed uit. Oké, dan doen we die hier. En dan zit ik even te kijken... Ik denk dat het misschien leuk is. Ja, hij is eigenlijk wel leuk zoals dit. Nee, wacht, wacht, wacht. Ik heb een beter idee. Ik heb een beter idee, jongens. We kunnen hem iets leuker maken. Deze heb ik voor de helft op het internet gezien. Dus ik moet de helft moet ik zelf ook improviseren. Dat is niet erg natuurlijk. Kijk, misschien is het leuker als we dit hier doen. Die dicht. Dan daar ook glas. En dan dit gewoon zo dicht te doen zoals dit. Dan heeft hij op zijn minst... Ja, kijk. Nu heeft hij nog een bumper. Dat ziet er leuker uit. Doen we daar. Doen we dit ook hier zo dichtbouwen. Deze eraf. Even kijken. Ja, dit is veel leuker op deze manier. Goed, dan heb ik heel wat bamboe raftjes. Dat zijn van die leuke bootjes. En dat is het idee van dit hele ding hier.
Wat we zouden kunnen doen is hier eentje. Nee, dat is niet recht. Hij moet recht in het midden. Hier eentje en hier eentje. Dan even kijken. Dan moet ik even omhoog bouwen. Zo, want wat we gaan doen is we gaan er eentje achter doen. Hier, dat het opstapelt. En dan gaan we nog een keer hier omhoog. Zo plaatsen we deze. Even recht zetten. En die stapelen we ook erin. Ja, dit is denk ik perfect. Laten we even kijken. Nee, nee, ik heb het verpest. Nu moet het helemaal opnieuw. Ik duwde per ongeluk. Oh, ik moet oppassen met uitstappen. Oké, deze zit er. Dan hoef ik alleen nog maar alleen die laatste. En dan moet ik heel erg oppassen met uitstappen. Dat ik het niet verpest. Komt-ie. Uitstappen. Nee, uitstappen. Kom. Ja, ja, ja. En een beetje duwen. Een beetje duwen. Halen we dit hier weer weg. En hoe ziet dit er nu uit? Oh, dit is toch leuk, jongens. Hij vervoert bamboe. Kijk, je ziet dat het natuurlijk bootjes zijn. Maar het is ook net alsof je nu gewoon bamboe aan het vervoeren is. Gewoon letterlijk bamboestaven op deze manier. Dit is toch helemaal geweldig, deze truck. Hier gaat Joris 100% heel blij mee zijn. Met deze truck. Een van mijn favoriete build hacks van deze video is deze truck hier. Goed, dan zijn we aangekomen bij de één na laatste build hack. En die ga ik denk ik hier bouwen. En dit gedeelte bij de dam in de buurt. Want hier ben ik nog niet echt geweest. Ik weet ook niet precies wat dit voor locatie is. Maar het ziet er weer heel industrieel uit allemaal. Dus laten we zeggen dat wij hier onze volgende build hack gaan bouwen. En die is echt heel simpel, jongens, maar hij is wel heel erg leuk. Daarvoor moeten we eerst even deze plaatsen. Dan daarbovenop plaatsen we dit blokje hier. Maar dan moet deze vervolgens weer weg, want die moet omgedraaid zitten. Dit zijn namelijk de wielen. En denk je, de wielen van wat? Dat ga ik uitleggen. Er zijn weer crafters die hiervoor gebruikt worden. Want je kan het misschien al een beetje zien wat dit gaat worden. De crafter gaan we erop plaatsen. Nee, even kijken hoe we die moeten plaatsen. Ik denk zo. Even kijken, gewoon recht. Ja, gewoon recht is top. Button er tegenaan. Button er tegenaan. Dan doen we hier bovenop doen we nog een pressure plate. En dan hebben we hier een hele leuke kleine robot staan, jongens. Kijk, hij heeft wielen waar hij overheen kan rollen, zodat hij rond kan rijden. Dit hier zijn zijn oogjes, zoals je kan zien. En dit hier is zijn grote robotmond. En hij heeft oortjes. Hij heeft hier bovenop nog een dingetje zitten. Hij heeft zijn handjes, die gaan zo leuk heen en weer. Het is een hele leuke, simpele robot zoals dit. Je kan dit ook met een dropper of een dispenser doen hier in het midden. Dat als je één keer de hendel overhaalt, dat hij wat aan je kan geven. De robot is ook leuk om op die manier te doen. Maar deze robot hier is puur gewoon voor de leuk. Die staat er gewoon voor de leuk. Hele korte, maar simpele lifehack. Althans, build hack. Geen lifehack. Ik zit even te kijken in Joris' basis hier. Maar ik zie nergens een vogeltje. Ik heb voor deze volgende lifehack eigenlijk een vogeltje nodig. Maar ik denk dat ik hem dan gewoon ga bouwen zonder vogeltje. En dan vraag of Joris maar gewoon een vogeltje een keertje wil regelen voor deze build hack. En anders moeten we misschien zelf maar een vogeltje halen. Maar wat we gaan doen, we gaan even weer naar deze gezellige huisjes toe hier. Even kijken, dan hebben we de kapper. Is het leuk om in de kapper te doen misschien? Ik denk dat het een beetje random is om in de kapper te doen. We kunnen het misschien wel hier tegenover doen. Dan kunnen we hem hier plaatsen. Gewoon hier buiten. We gaan hem hier doen. Ja, dit is een leuke plek. Beginnen we hier met een polished blackstone wall. Dan springen we er even op, zodat wij deze hier zo kunnen plaatsen. Al moet deze hier wel andersom. Dus dan gaan we hier een trapdoor op plaatsen. Deze weer weghalen, zodat deze andersom kan... Oh, ik heb ze helemaal verkeerd omgedaan. Wacht. Die moet zo. En deze hier, die moet zo. Hoppakee. Ja, kijk, dit ziet er leuk uit. Dan plaatsen we nog zo'n ding hier. Een chain er tegenaan. Een waxed copper crate er tegenaan. Daaronder moet dan... Oeh, dit is heel gevaarlijk wat ik hier doe. Hieronder moet weer een trapdoor. Dan kunnen we deze hier weer plaatsen. Dan kom ik één grasblokje tekort, dat meen je. Zo, hoppakee, opgelost. En het leuke is, jongens, je kan hier met een piston kan je hier een vogeltje doen. Dat moeten we eigenlijk ook wel eventjes doen. Dus laten we even een vogeltje regelen. Goed, dames en heren, we hebben hier een heel leuk schattig groen vogeltje. Het enige wat we hoeven te doen is deze hier even weg te halen. Dan moet je erop gaan zitten. Kom maar, dit is letterlijk de locatie waar je even moet zitten. Als je het in één keer doet, ben je perfect. Nope. Kom nou even hier, knul. Kom maar. Kom maar hier. Kom maar hierheen. Ja, ja, en nu hierop. Hierop zitten. Doe het. Op. Nee, hij gaat op mijn schouders zitten. Je hoeft letterlijk alleen op dit blok hier te zitten. Doe het even. Maak me trots. Apentrots. Ja, ja, ja. Nee, je deed het. Oh, je was zo perfect. Ja, hij zit erop, jongens. Kijk, top. Top. Duw hem even een beetje. Kijk, nu zit hij perfect in het midden. Dan gaan we even een piston halen. Hier hebben we een piston en een button. Dan gaan we terug hierheen. Dan hebben we natuurlijk die koppenkreet. Die hoeven we alleen dan even hierop te plaatsen zo. Dan halen we deze weer weg. Plaatsen we de piston. Plaatsen we hier. Halen we deze weer weg. En dan hoeven we alleen maar de piston te activeren. Boom. En dan zoals je kan zien moeten we nog een beetje duwen. Moeten we het vogeltje een klein beetje bijduwen. Komt een beetje meer erin. Kan ik misschien zelfs dit weghalen door hem een beetje extra een setje te geven. Ja, perfect. Oké, wacht. Dit is echt perfect. Dit is echt heel erg cute, jongens. Dit is echt heel erg cute.
Kijk nou, dit vogeltje gewoon in zijn vogelkooi zit hier. Hij zit letterlijk in een... Het is misschien een beetje zielig, zou je zeggen. Maar ja, hè, hij zit wel gewoon leuk in een kooitje. We doen wel alsof het kooitje open en dicht gaat, jongens. Dan is hij vrij. Maar dit is toch helemaal geweldig. Goed, dan hebben wij heel wat Bultex hier gebouwd. Laten we Joris weer erbij halen. Alles aan hem laten zien. En kijken wat hij ervan vindt. Daar zal je hem hebben, hoor. Ja, daar ben ik weer. Jeetje, dat mocht even duren. Hoe was je Jeetje, dat is een hele grote sprongetje daar. Ja, ik kan heel hoog springen. Ja. Je Elytra gebruikt alleen... Je animatie werkte niet zo. Dus je was letterlijk gewoon een hoge sprong aan het maken. Maar dat zag er echt heel raar uit. Hey, kom gezellig mee. Ik heb allemaal mijn... Sorry, hoe was je vakantie? Ja, mijn vakantie was wel goed. Wel goed, hotel. Ja, goed uitzicht. Goede beetje uitgerust. Ja. Goed zo, hé. Ik heb een paar leuke life hacks gebouwd. Laten we beginnen. Of build hacks zijn. Het zijn leuke toevoegingen aan jouw basis. Dat is het vooral. Ik ben heel benieuwd. Laten we beginnen met de kleinste misschien zelfs. Een van de kleinere. We hebben hier een hele leuke lamp die zo hoort te zijn, zoals dit. Kijk even hoe dit eruit ziet. We hebben hier de onderkant zo, zie je? Dat is een hele stevige onderkant waar die op staat. Dan heeft hij hier een mooi hendeltje en een leuk lampje erop. Dus een van gewoon een hele simpele bultek natuurlijk. Maar ik dacht, het past wel in je lampenwinkel. Ja, aan een lampje. Dat is gewoon een lamp. Ja, dat is gewoon een lamp. Ja, we beginnen simpel natuurlijk. Hè? Ja. Wat staat hier? Hier wonen Up en Gup. Oh. En dan hebben we natuurlijk, als we toch met simpele bultek's bezig zijn, hebben we hier nog een simpele. We hebben hier een hele leuke ouderwetse brievenbus. Oh. Die is leuk, hè? Vooral met dat dingetje ook aan de zijkant hier van die autocraften. Ja. Dat is leuk, hè? Het lijkt ook echt op een vlaggetje. Ja, daarom. Dat is toch gewoon echt zo'n ouderwetse brievenbus. Ja, precies. Ah, die is leuk. Kijk, dan zijn we nog aan het opwarmen. Dan zijn we simpel bezig natuurlijk. Dan gaan we gelijk door. Dan hebben we hier... Heb ik een leuke vogelkooi met een vogeltje erin. Oh. Nou, het is niet zielig. Het is leuk. Hij vindt het leuk. Hij is deel van deze expositie die ik hier gedaan heb. Okay, ja. Hij is deel van het avontuur van vandaag. Hij is leuk, toch? Met een vogeltje erin. Ja, dat is wel leuk. Vogeltjes die gaan zo snel dood. Die liggen altijd zo gevaarlijk. Nee, dit is gewoon een naamloze vogel in een kooi. Okay, de ziel is afgenomen, net zoals zijn naam. Juist. Goed, dan gaan we verder. Dan hebben we deze kant gehad. Dat zijn de eerste drie. Het zijn drie simpele. Hier heb ik een beetje... Ze zijn overigens heel simpel, hoor. Maar het is wel leuk, toch? Ja, zijn we leuk. Het zijn wel leuk. Het zijn leuke dingetjes. Dan gaan we even de brug over hier. Dan gaan we gelijk over naar rechts hier. Moeten we naar rechts, langs je politieauto. Want, ik weet niet, wat is dit voor gebouw hierachter? Wat wordt dit? Ja, deze hierachter, die. Ja, deze. Ja, het idee is eigenlijk een soort van elektriciteitscentrale. Want daar heb je ook de dam en die wekt ook wat stroom op. En je hebt maar kabels. Dan heb je ook hulpjes nodig natuurlijk, weet je, die je daarmee helpen. Dus ik heb hier een robot voor je neergezet die je kan helpen ten alle tijde. Oh ja. Dat is leuk, hè? Komt zeker uit deze tijd inderdaad. Ja, daarom. Dit is een ouderwetse robot. Oh ja, ouderwets, ja. Ouderwetse robot is dit. Ja, ja. Nou, hij ziet er wel leuk uit, toch? Ik bedoel, hij heeft een gezichtje ook, zoals je kan zien. Ja, hij is een beetje boos kijkt hij, maar... Ja, maar dat maakt niet uit. Hij is boos dat je hem niet nodig hebt. Je moet hem even een taak geven, dan is hij niet zo boos. Kijk, als hij zo doet, dan kijkt hij al een stuk blijder. Dan heeft hij allebei zijn handjes in de lucht. Dan is hij al een stuk blijer. Goed, dat is weer een hele simpele. Dan gaan we nu naar de wat leukere, wat mij betreft. Althans, nee, laten we nog één hele simpele doen. Ik heb nog één echt hele simpele. Die is echt denk ik de simpelste van allen. Nog simpeler dan de brievenbus. Dat is namelijk hierheen. We hebben hier, als we in jouw tankstation... Er is mij echt opgevallen dat jij jouw werknemers in jouw tankstation niet goed... voert. Want ja, wat moeten ze nou eten? Heb jij een locatie voor? Ik zag geen koelkast, ik zag niks. Ik heb geen werknemers. Het is zelfbediening. Maar kijk, wat we nu hebben gecreëerd hier is een heel leuk wafelijzer. Kunnen mensen wafels maken. Ja, die is leuk, hè? Dan kunnen ze wafeltjes maken. Dan kan je ze dichtklappen en pats, heb je wafels. Die is echt leuk. Dat is leuk, hè? Ik zag het al. Ik denk, jij voert jouw werknemer, maar je hebt geen werknemer. Het verklaart, want niemand wil je werken omdat er geen wafelijzer was, Joris. Oh, ja. En nu wil iedereen hier natuurlijk werken met een wafelijzer. Nee, sorry. Oh. Ik heb het te druk met bulthacks van het internet bouwen in je basis. Goed, dan gaan we door. Dan neem ik even tegelijkertijd mijn spulletjes hier mee. Wat we namelijk nog hebben hier is een hele leuke telefooncel. Ik zag dat jij namelijk nog geen plek had om met mensen te bellen. Dus je hebt nu een hele leuk telefoonhokje, of een heel leuk telefoonhokje heb je hier. Dat is leuk, hè? Ja, die is leuk. Je hebt zo'n ouderwetse telefoon heb je eraan hangen, hier, zoals je kan zien. En dan kan je hier op het schermpje zien wie je belt. En dan die witte dingen zijn de toetsen die je in kan drukken. En op die manier kan je gewoon de ding hier eruit pakken van de autocrafter. En dan kan je bellen naar wie je wilt. Ja, ik bel je wel een keer op. Je belt, dan moet ik ook zo eentje hebben in mijn basis. Dan kunnen we bellen met elkaar. Gezellig. Goed, dan heb ik even één van je honden gestolen. Want ik zag dat je hier nu nog steeds drie honden hebt staan. 1, 2 en daar 3 die je spullen aan het pakken is. Mm-hmm. Nee, je had hier daadwerkelijk 3 honden staan. Ik heb er eentje meegenomen. Want, we moeten even hierheen. Ik zag dat jij je honden niet echt een leuk plekje had gegeven. En ik vond dit er wel heel leuk uitzien. Een hondenhokje.
Kijk nou even. Oh. Dat is leuk, hè? Ja, dat is leuk. En weet je, hier gewoon... Ik weet niet waarom hier bij je houtfabriek... Hij keurt het hout. Het is echt een houthond is dit. Hij had ook wel een mooi houtkleurtje natuurlijk. De vrachtwagen die past er niet meer langs, maar... Nee, maar dat maakt niet uit. Dat is, je mag hem verplaatsen. Ik heb hem gewoon hier gebouwd. Ik weet niet waarom. Oh, ik vond het een leuke plek. Hij heeft hier een voerbakje. Hij heeft een drinkbakje waar hij uit kan drinken. Hij heeft alles wat hij nodig heeft. Lekker kleedje. Hij heeft licht voor in het donker, dus hij is ook altijd goed belicht. Ja, dat is beter dan zijn oude... Ja, hij is beter dan gewoon daar binnen, inderdaad. Goed, ben je nou klaar voor de allerlaatste live, het build hack? Mijn favoriete. Ik weet het niet. Ja, ik denk het wel. Oké, ik heb een nieuwe auto voor je toegevoegd. En dit is echt een hele leuke, is dit. Dit is echt een hele leuke auto. Een build hack exemplaar van de wandelende auto winkel. Ja, kijk nou even wat hij aan het vervoeren is. Hij is bamboeplankjes aan het vervoeren voor jou. Dat is wel even cool, toch? Ja, dit is... Deze is oprecht heel sick. Ja. Toch? Ja. Je kan er niet in, maar het is wel een leuke decoratie. Je kan hem nog aanpassen hoe je wilt, maar ik zag dit. Ik zag alleen de achterkant dat ik online gezien met dat bamboe vervoer. Dus ik moest de voorkant een beetje zelf in elkaar flansen. Maar die is naar mijn mening ook heel goed gelukt op deze manier. Ja, maar dit is leuk. Dat is gewoon bamboe aan het vervoeren zo. Kijk, om die bootjes lijkt het op planken. Lijkt het zeg maar niet op gewoon blokken, maar echt op losse planken. Ja, alsof er allemaal planken, zeker van een afstandje, alsof er houten planken in zitten. Ja. Ja, en volgens mij is dat het. Volgens mij zijn dat... Oh nee, nog eentje! Oeh, we zijn er bijna eentje vergeten. Jeetje, in alle enthousiasme hier. Ben je een beetje enthousiast of niet? Ik ben heel enthousiast. Je klinkt niet enthousiast. Jawel, ik ben heel enthousiast. Ja. Je bent wel enthousiast, oké, prima. We hebben hier je smeltgebouw natuurlijk. Hoe noem je dat, je smeltgebouw? Ja, het heeft geen naam. Net als dat vogeltje eigenlijk. Net zoals het vogeltje. Ik dacht, we plaatsen hier even bij het smeltgebouw een leuke barbecue. En kijken even die autocrafter. Dat is gewoon een hete grill hierbovenop. Een gloeiend die hete grill. Die autocrafter is wel een blok wat veel gebruikt is, heb ik het idee. Weet je hoeveel dingen je daarmee kan, die autocrafter? Ja, kijk nou, dit is toch weer een hete grill. Hier, je ziet hem helemaal opgloeien, omdat hij zo heet is. Ja, dat wel, ja. En die dingen hier, dat zijn kastdeurtjes. Alsof je hem zeg maar open kan trekken. Dat zijn kastjes hier in het midden. Dan heb je hier je vleesje, je spateltje. Je kan hem open en dichtklappen, maar anders dan dat je denkt. Maar je kan hem open dichtklappen. Ja, wacht. In theorie. Ik heb nog één verbetering voor deze. Nou? Wacht, item frames voor in het midden. Nee, zeker. Nee. Je hebt één verbetering. Daar ben ik wel heel benieuwd. Oh, jeetje. Dat was heel snel. Oh, ja. Oh, nee. Dat werkt niet. Wat? Wat wou je doen? Ik wou er... even kijken. Ik wou er dit onder zetten, want dan... Oh, nee, maar dan gaan die zijkanten aan. Nee, ik dacht dat die dan gloeiend heet zou zijn. Oh, nee, hij is al gloeiend heet, Joris. Kijk nou. Laat hij is gloeiend heet, man. Dit is, en hij komt er ook vanaf. Oké, hij is helemaal perfect. Laat maar. Oh. Je gaat zo, je bent zo enthousiast op je hoofd gaat zitten. Oh, enthousiast. Ja. Hé, wat is je favoriete van deze? Want ik heb ze allemaal laten zien. Dus ik heb er langer over gedaan dan ik dacht. Ja, ik heb gewoon kleine decoraties zijn net, maar wat is je favoriete? Ja, ik denk dat hetgeen die ik het leukste vind, is toch echt wel dat wafelijzer. Nee, dat is het makkelijkste. Het is gewoon het leukste. Ze zijn allemaal diep doordacht. Ja, ze zijn allemaal leuk, maar dit is gewoon zo'n idee wat je er zo niet uit achter zou vinden. En het is toch zo perfect gewoon. Een wafelijzer. Het is echt een beetje simpel. Hij heeft twee blokken, heeft hij. Meer niet. Ja. Het is zo ontzettend simpel. Toch vind ik hem echt leuk. Maar ja, ook de brievenbus en het belhokje met die telefoon, die vind ik ook allemaal echt leuk. En die auto is ook een hele leuke. Ze zijn allemaal heel leuk. De makkelijkste was denk ik het wafelijzer. En dan vind je die het leukst. Helemaal top. Ja. Nee, dan gefeliciteerd. Dat kost je dan 10 diamonds, deze ervaring. Wat? Nee, grap natuurlijk niet. Hey, dan ga ik weer terug naar mijn eigen basis om daar weer aan de slag te gaan. Dankjewel voor het omtoveren van jouw basis. Je hebt een paar leuke extra dingen. Ik verwacht dit nu andersom ook bij mij. Binnenkort. Oh, dus, okay. Dus ik moet ook... Nu verwacht ik, dit is zeg maar tit voor tat. Dus nu verwacht ik ook... Hoeveel waren dit er? 8 of zo? 7? Daar 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Dan verwacht ik 9 bult hacks terug in mijn basis. Ja, dat komt goed. Oké, top. Dankjewel. Was gezellig. Ja, tot ziens. Doei. Goed, terwijl ik hier naar huis aan het lopen ben, jongens, kan jij lekker deze video kijken. Dit is namelijk een andere hele leuke video. Zeker even een aanrader om te kijken. En vond je dit nou zo'n geweldige video? Zeker even een aanrader om deze te kijken. En dan nu spreek je later. Glaasje water. Delphi, bless you, tot de volgende keer.